Yo mensen, we gaan vandaag naar Rotterdam. Jullie weten hoe erg ik van pittig eten hou. En ik heb één zaak gevonden waar ze de heetste kip van Nederland, van Korea, volgens mij van de wereld hebben. Ik heb hier één keer eerder gegeten, maar ik heb nooit die pittige kip genomen. Dus ik ben echt benieuwd hoe pittig het is. Viet gaat ook mee. Ik ga hem gewoon forceren om die kip te eten, oké? Hij gaat waarschijnlijk tegenstribbelen, hij wil het waarschijnlijk niet eten. Maar we hebben de vorige keer 500 likes gehaald, dus hij moet gewoon weer een spicy challenge doen. Hij heeft geen keus. Die zaak heet de Soju Bar, misschien kennen jullie het wel. Ze staan echt bekend om hun hete kip. Kijk dit. Ik heb hier een menu en ze hebben één kip. Soju Go To Hell. Het is een Korean Fried Chicken Bar. Maar kijk hoeveel pepers hier staan, bro. 1, 2, 3, 4, echt een stuk of 20 pepers. Het eten bij die zaak is wel echt goed. Maar we moeten wel even testen hoe pittig het is. Want jullie weten wat ik aan kan. Hè? Ik heb Carolina Reaper op, ik heb Paper X op. Noem het maar op. Ik zeg jullie heel eerlijk, voor een Aziat kan Viet echt totaal niet pittig eten. Dus ik weet niet of hij dit ook gaat overleven. Ik moet nu eerst even langs Jay, want zijn PC is kapot. Die gaan we even voor hem fixen. Hij zei dat zijn videokaart los zat of zo. Ik geloof er helemaal niks van, dus we gaan straks even kijken. Hi, goeiemiddag. Ik maakte eerst even zijn PC open om te kijken of er geen kabels los zaten. Er zat verder niks los, dus het leek alsof alles gewoon in orde was. Ook toen ik hem aanzette, ging alle RGB gewoon aan. Hij gaf alleen geen beeld. Dus ik heb de port op de moederbord gebruikt. Ik heb de andere port op de videokaart gebruikt. Maar nog steeds niks werkte. Zijn moederbord had ook geen indicator of er een error was of waar die vastliep. Dus mijn beste optie was gewoon alle onderdelen eruit halen. De CMOS resetten van het moederbord. En hopen dat het gefixt is. Ik heb dus alles eruit gehaald en weer erin gestopt. Ik heb dus eigenlijk helemaal niks gedaan. Tenminste, een paar kabeltjes hier geswitcht, maar toen deed hij nog steeds niet. En nu gaat hij weer aan, dus ja. Indian Tech Support. Hi boys, we hebben Viet opgehaald en Viet ook. We zijn nu onderweg naar Soju Bar, maar we gaan eerst even naar de Albert Heijn, want deze man heeft melk nodig. Ja, maar daar is zuivel, staat daar. Je ziet daar zuivel toch niet? Ja, het is misschien alleen kaas, maar ik weet nog misschien ook. Van vijf zijn geen melk. Nee? Wel eieren? Of wel? Viet is melk aan het zoeken. Bro, ga even vragen. Je moet even vragen, bro. Dus ik kan hier eigenlijk een verse koe... Ja, daar is melk. Kun je ook hier melk halen, of niet? Bij de juffrouw. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Hé, hey bro, je moet je eigen melk maken, man. Mag jouw melk dan, kind? Hey, yo. Ja. Jongens, jullie weten dat ik sowieso geen melk nodig heb. Maar we gaan toch even kijken voor Viet, want dit is letterlijk zijn ontbijt. Ik heb nog niks gegeten. Deze man belt me om 2 uur. Luister, deze man was nog aan het slapen om 3 uur 's middags. Nee, 2. Bro, bijna hetzelfde. Ja, maar bro, ik was gisteren om 4 uur in de nacht was ik wakker. Nee, 12 uur in de nacht was ik wakker geworden, tot 4 uur in de ochtend was ik nog wakker. Dus ja, je weet toch? Daarom waren we nog even wakker. Oh shit. Oh, dat was ik, man. God damn. We wilden naar de Jumbo, maar blijkbaar staat iets in de fik hier, dus deze man heeft geen melk nu. Bro, ik word genaaid, man. Hey, Viet, je moet zonder melk drinken, man. Wat lang zou ik gaan, alles is weg. Maar mag wel, hoor. Zes van de brandweer. Mag wel, hoor. Boba dan, daar zo? Coco, uit. Hey, maar wie heeft daar fikje gestoken, bro? Wat doet die hete kip, bro? Ben ik vanavond. Het is zelfs bij de Jumbo, is het heet. We smoke this motherfucker, man. God damn, bro. Het is een Xbox deck. Hier komt het meeste skill, jongen. Bro, dit is echt een vieste deck gewoon die er bestaat. Nou. Hoe kan je hiermee spelen, bro? Verklaar jezelf. Kan gewoon, man. Skillty. Oh, ik knal zijn hele carrière naar de klote, jongen. Kijk, die Xbo dan schiet dan. Shit. Nog één rocket drop en is klaar. Carrière is over. Hij fireballt mij gewoon. Ik ga de koude uit de verdediging. Ik ga een koude smerig spelen gewoon. Je gaat nu gewoon wachten tot het einde en dan gooi je die raket tegen. Dan denkt hij dat hij safe is, maar dan, hij is niet safe. Ik stuur hem nu al, jongen. Hier, vriend. Ja, daar, joh. Hier, vriend. Doei. Bonk. Ja, geen stress, jongen. Hier. Ja, daar, joh. Bro, de Albert Heijn is ook dicht, jongen. Bro, alles is dicht, man. Alles is dicht. Shit. Niet te geloven. Alle supermarkten zijn dicht. Eentje stond in de fik. Deze is gewoon gesloten. Dus we gaan nu even een broodje fixen voor Viet en dan gaan we die kip choppen. We zijn eindelijk bij de Soju Bar aangekomen, boys. Koud heeft een broodje, hoor. Ik ga de muur kan plaatsen. Ja. Ze hebben hier 1 peper, bro. Ze hebben hier 2 pepers en hier hebben ze gewoon tot de macht gewoon peper. Ik weet niet wat... One Soju Go To Hell, 12 piece. Ja, yeah, would you like it with bones or boneless? With bones. Bones? Yeah. And then... How spicy is the Soju Hotel? Like extremely spicy.
Extremely spicy. Have you eaten it before? You're gonna cry. You're gonna die. You're gonna cry. I couldn't even finish one. You couldn't finish one? No. Yo, cancel order. Okay, it's fine. We're gonna survive it for sure. Oh my god. I mean, this guy don't got it. You don't got it. What you guys want to drink? Maar wij hebben toch meer kip, toch? Also de honey butter dan? Die is ook lekker toch? Wil je honey butter? Ik heb garlic soy. Doe maar garlic soy dan. Mag ik daar die halve liter bier bij? Ja, medium. Chamek deal. Ja, medium pizza. Can we get the chamek deal as well? Chamek deal. Ja, how many? Jij ook? Two? Ik. Ja, three. Yeah. Three. So three. Oké. Yeah, sure. Anything else? Jij hebt fries op. Ja, wat wil jij nog? Doe another fries. Yes. I think that's it. Yeah. That's it. Yeah. Yes. So one, would you go to hell? Good luck. Yes. Thank you. We hebben die kip besteld, de Soju Go to Hell. En de serveerster zei dat ze niet eens één stukje kon eten. Zo pittig is die. Ja, ik ben geklaard nou. Maar ik heb wel bier, dus dat is top. We hebben hier bubble tea. Ik was echt niet meer aankomen. Ja, we gaan snel worden. Ik ga sowieso niks drinken, no reaction. Ze zijn hier vaak wel snel met die kip maken. Ik ben één keer eerder hier geweest. Toen had ik die honey butter chicken op. Niet op deze locatie. Nee, bij die andere. Ze hebben twee locaties, maar... Misschien is deze wel slomer. Nee, ik ben één keer hier geweest ook. Wat ook hier? Ik ben twee keer geweest hier. Hier? Ja, bij deze. Ja, dit is de tweede keer. Nee, dit is de derde keer. Proost. Oh shit, man. Oh, we hebben die 12 stukken besteld. Ja, bro. Oh, man. Bro, what the fuck, man. Kom goed, bro. Naar de gulag. Hey, we hebben wel onze condooms hier voor de veiligheid. Pak dan vast die melk, joh. Pak dan vast die melk, maar alsjeblieft. Broeder, jij gaat geen melk drinken. Jawel, ik heb melk nodig. Ik weet nu al gewoon dat ik die melk nodig heb. Broer, maar het zijn ook geen kleine stukken, hè, maat. Het ziet er wel echt pittig uit, man. Kijk dit. Net zo soft als voor je zo'n kool gaat. Jij gaat echt naar de gulag hier, hoor. Eet smakelijk. Eet smakelijk. I'm gonna eat the pepper. Kom op, bro. Niet nu al. Oh, broer. Gaat het, bro? Gaat het niet. Wat geef je 1 of 10? Wat voor cijfer geef je, bro? En je blijft wel door eten. Ja, ga wel, bro. Griep. Hey. Oh shit. Je bent shit. Bro. Zie je het raden? Nee, no reaction. Oh, hij wordt warm, hij wordt heet, jongen. We gaan even een garlic soy proberen. Deze ziet er echt heel goed uit. Hij wordt echt spinnig, ik smeer. Hier, neem op je garlic soy. Oh, wat doe je? Oh. Jongens, ik denk dat Fiat niet meer doorkomt. Zwaar, man. Dit hebben jullie gedaan, hè, met 500 likes. Ik ga die niet meer aanraken, jongen, ik zweer het je. Wat ik allemaal niet voor jullie over heb, chat. Bij hoeveel likes zou je dit weer eten? 5000 likes, dan ga je sowieso niet krijgen. 5000 likes, jullie allemaal de video. Je kan gewoon zien, ik ben aan het zweten door mijn ogen, maat. Jongens, Fiat heeft backup gekregen van de andere Fiat. Maar het lijkt erop dat hij ook KO gaat. Ga je KO lopen? Oh. Dat wordt nog erger. Ik zweer het, wordt nog erger. Oh my god. Ah. Dat was je. Ah. Oh, hij heeft iets pijn. Mijn gezicht kan niet zo met trillen. Kijk deze kip, though. Dit is wel echt een van de beste Koreaanse kip die ik gewoon ooit heb gezien in mijn leven. Waarom zou je naar KFC gaan als je gewoon deze pittige kip kan halen? Ik moet nu ook die hele 12 pies gaan opeten. Nee, we gaan door. Ik voel mijn gezicht nu toch niet. Het maakt niet uit. Ik heb de laatste. Ik doe even eentje op. Gewoon even de rest op. Bro, ik heb echt 8 van deze dingen op. 8, 3, 1. Proost. Wel handig is, bij mij is het meer bestendig, weet je wel. Of meer effectief. Je weet wel, ik ben een Pokémon-typus, weet je wel. Als jij gras bent, is vuur effectief op jou. Dus jij bent gewoon zelf gewoon vuur, bro. Ik ben water-Pokémon en jij bent Asian-Pokémon. Ik ben gewoon
Welke soort ben jij dan? Ja, gewoon gras, jongen. Als jij een Pokémon was, welke zou je dan doen? Welke Pokémon zou je doen? Bro, Jigglypuff of zo. Jigglypuff! Nee, jongen, Jigglypuff. Dus hij is 14. Ja, nog beter, toch? Nee. Hij is ook. Hoe weet je dat Jigglypuff 14 is? Ja, ik doe mijn onderzoek. Nee, maar ik wil gewoon normaal pittig, maar niet zulke pittigheid, jongen. Dat is niet leuk, jongen. Eet je niet meer voor je plezier? En Boeddha doet dat dan? Dat eet ik gewoon niet voor mijn plezier, wel. Die drie keer spicy kon je wel aan. Moet die video bijhalen. Laat nu komt de video in beeld, dat ik aan Stef was. Dit is Youssou niet grappig houden. Ik ga het nooit meer doen voor mijn leven. Ah, ik sta even af. Ah, het is nog steeds heet, jongen, what the f. Als je echt in Hindoestaan bent, dan eet je ook dit stuk. Hindoestaan eet je de bot op, jongen. Ja, bro. Alle kip is op. Geen reactie. Heb jij een reactie? Ik heb last van mijn longen, hou. Ik zweer je, mijn linker long is volgens mij gewoon generfd. Hij was niet zo heel pittig, toch? Zeg heel eerlijk. Griep. Zeker wel een aanrader. Ik zou wel zeggen, het is wel echt pittig, pittig. Jullie hebben een fiesta reactie gezien. Ik denk, als jij niet goed tegen peper kan, ga je echt dood hier. Dus pas op als je deze bestelt. Maar stel je voor, die soju go to hell, die doe je in je reet. Geen reactie. We hebben die kip geklaard. Bij de 5000 likes doet Fiat nog een spicy challenge mee. Jullie hebben het gehoord. Alleen subscriben, niet liken. Nee, like ook de video. Nee, ik ga naar huis zo ook. Voor mij was het geen reactie. Ik ben al helemaal moe, jongen. Ik moet gewoon mijn bedje in. Ik ben helemaal leeggezogen, die spicy peper. Bro, Fiat heeft gewoon geklaard. Hij heeft redemption arc gepakt. Maar Fiat, jij moet nog even oefenen, bro. Ja, alleen subscriben. Like en subscribe, like en subscribe.